William Baidoo heeft met zijn overstap naar de NDP aangetoond gezwicht te zijn voor kapitaal, persoonlijk gewin en materiële voordelen. Dit stellen de Nigeriaanse structuren van Pertjaya Luwuor Place in een verklaring. De verklaring is dinsdag opgesteld en ondertekend door de structuren. De mensen die in schrijnende armoede op hem hebben gestemd, heeft hij door zijn besluit de rug toegekeerd. De overstap van Baidoo is voor de Nigeriaanse kernen van de Place trouwens niet helemaal onverwacht, Place-voorzitter. Paul Somoharjo beaamt dat hij heeft een goed gesprek gehad met de structuren in Nikkeri, een groot deel is opgelucht dat de kogel door de kerk is. De Nigeriaanse Place-structuren stellen dat Baidoo in zijn hebzucht is vergeten dat hij zij aan zij met hen in de wijken en straten van Nikkeri heeft gestaan om de mensen ervan te overtuigen dat zij het goede moeten naleven en het kwade moeten verlaten. In zijn mededeling in de Nationale Assemblée heeft hij aangegeven dat hij, als gelovige mensen hun gebeden met zijn daden moet bewijzen. Hiermee heeft Baidoo uitgerekend in de maand Ramadan de religie zelf erbij gehaald en daardoor onheil over zichzelf afgeroepen. De Place-kernen van Nikkeri stellen geen traan om hem te laten. Hij is als een dief in de nacht weggegaan met de collectieve arbeid van alle leden van de kernen in Nikkeri, verricht om hem als DNA-lid gekozen te krijgen. Ze vragen Baidoo om het eigendom van het volk terug te geven en als DNA-lid te bedanken, zodat hun arbeid ten goede komt van de partij die hem heeft voorgedragen. De kernen zeggen op de dag des oordeels niet te kunnen oordelen over Baidoo, zijn nageslacht en de Almachtige zullen hem daarop aanspreken.